Vandaag, 27 juli. Welkom. 27 juli is een dag waarin het erom gaat de wereld te vernieuwen vanuit jouw denken, maar zeker ook vanuit jouw heldervoelendheid. En je hebt een beetje de neiging om alles vanuit dat denken te doen, maar jij voelt zeker net zoveel, zo niet nog meer. Laat ik zo zeggen, je krijgt net zoveel, zo niet nog meer, informatie vanuit je heldervoelendheid als vanuit je intuïtieve kant, vanuit je denkkant. Belangrijk is wel dat je in de minuut gaat leven, dat je de controle leert loslaten, dat je niet zorgen maakt aan morgen of gisteren of volgende week. Ga naar dit moment en dat je ook jezelf er bewust van bent dat jij zo bijzonder bent, dat jij heel veel bijzondere kwaliteiten hebt, omdat jouw idee brengt meer harmonie, bevat meer kracht dan de oude situatie was. En daardoor ben je erg gewild. Vragen mensen, wil je dit doen, wil je dat doen? Nou, het is een dag die vol is van vrolijkheid, maar het is ook van belang om als het enigszins kan even lekker de natuur in te gaan, te ontspannen, ga lopen langs een water, kom tot rust, laat het hoofd even los van wat er allemaal aan de gang is en je zult merken dat alles veel beter loopt. Een steen die je daarbij fantastisch kan helpen, de steen van de dag, dat is lepidoliet. Lepidoliet is een steen die maakt je heel vrolijk, die maakt je zelfbewust. Je laat je sneller geluid door je keel naar buiten brengen, fluiten en jezelf praten. Dan dat jouw denken in de gaten heeft wat er door die keel naar buiten gaat. En dat is nou net de opzet van zo'n dag als vandaag. Die vrolijkheid naar buiten brengen, controle loslaten en gewoon lekker gaan staan voor wie jij bent. Lepidoliet, prachtige steen. Bedankt voor het kijken. Sims of July is the day to enjoy yourself. Is the day to close your eyes and just to hear what you want. And hold on to your dream, eh? Don't tell everyone. Okay, number one.